Er komen de laatste jaren weer gevlekte, gladde haaien voor langs de Nederlandse kust. De haaien worden gemerkt zodat er onderzoek gedaan kan worden naar de verspreiding en zwemroutes van de vissen. Simpel gezegd is, wij vangen een haai, dan banden we hem heel netjes aan boord, geven een merkje in de rugvin, meten de lengte, we schrijven de nummer van het merkje op en dan gaat hij weer zwemmen. Het project Shark Attack bestaat nu 4 jaar en er zijn al meer dan 2500 haaien gemerkt. Van deze gemerkte vissen zijn er op dit moment zeker 150 haaien teruggevangen. Als je kunt vertellen, ik heb een haai gevangen, dat is natuurlijk spreekt voor de verbeelding en dat vinden mensen natuurlijk geweldig. Aan de andere kant willen mensen ook gewoon voor sportvisserij zeg maar, ook een steentje bijdragen aan onderzoek en natuur en elk jaar is dat gewoon weer fantastisch. Zeg maar. We hebben jarenlang de haaien en roggen moeten missen in Nederland. Sterker nog, heel veel mensen weten niet eens dat ze hier thuis horen. Nou, dat is toch echt zo, er horen hier 18 soorten thuis in Nederland. En die gevlekte gladde haai is kennelijk een van de eerste die het nou weer heel goed doet. Ja, gelukkig zijn haaien heel ongevaarlijk. Dat is niet de Jaws van tv, zeg maar. Dat is gewoon, nou, ze hebben geen echt grote tanden, zeg maar. Ze zijn een beetje kleine ribbeltjes, zeg maar, waar ze mee een aas, een prooi, zeg maar, mee kapot schuren. Maar voor de mens geheel ongevaarlijk. De vissers zijn vandaag begonnen en gaan door tot en met zaterdag. De organisatie verwacht dat er in totaal 400 vissers mee zullen doen.